Begin dit jaar werd Esther Bruinsma uit Krijl uitgeroepen tot tulpenkoningin. In onze uitzending vertelde ze toen over haar plannen voor dit jaar als tulpenkoningin. Maar uiteindelijk werd het toch een heel ander jaar. Nou ja, Esther, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, toen we jou in februari spraken, hadden we het over de plannen voor het tulpenfestival. Zijn er nog wat van die plannen uitgekomen of heeft corona bij alles roet in het eten gegooid? Nou ja, eigenlijk wel. We hadden heel veel mooie ideeën, mooie plannen, leuke activiteiten voor de mensen. En bij de eerste lockdown is er eigenlijk al heel snel gezegd van joh, we kunnen niks meer doen en het is gewoon klaar. Ja, dacht je toen niet bij jezelf, goh, dan ben ik dit jaar tulpenkoningin en dan heb ik dit weer. Ja, dat klopt. Ik had zoveel leuke dingen willen doen en zulke goede promotie willen maken voor ons vak. Maar dat is helaas niet gelukt en het zij zo. Want wat was je eigenlijk van plan? Wat zou je nou precies gaan doen als het allemaal door was gegaan? Als het allemaal door was gegaan, wilde ik eigenlijk voor een groot deel promotie maken. Dus echt de tulpen in het licht zetten en er zoveel mogelijk over vertellen aan de mensen. Dat was eigenlijk meer of meer ons idee. En natuurlijk alle activiteiten eromheen. De tulpenroute en dat soort dingen. Daar zou ik allemaal bij aanwezig zijn. Maar dat is, dat is allemaal niet doorgegaan. En was jou meteen al duidelijk dat er niks van terecht zou komen? Ja. Gelijk was dat gewoon eigenlijk klaar. De tulpenkoningin, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, maar het is echt wel een traditie daar in Krijl. De promoten ervan, hè? Wat trekt jou daarna zo aan om dat te doen? Nou, ik ben dochter van een bloembollenkweker, dus ik zit zelf in het vak. En ik heb zelf heel veel te maken met de tulpen dus en ik vind het fantastisch om dat in het licht te zetten. Dat leek mij een heel mooi idee, zeg maar. Maar heb je dat dit jaar helemaal niet kunnen doen? Of toch nog een klein beetje online of op een ander platform? Nou, in het begin van het jaar hebben we natuurlijk de opening gehad. Dus de bekendmaking. En dat waren de bloembollenvakdagen. En dat waren ontzettend mooie, gezellige, informatieve dagen. Alleen vlak daarna is er eigenlijk gewoon niet zo heel veel meer van terecht gekomen. En we hebben eigenlijk helemaal niks kunnen doen. En we hebben ook ervoor gekozen om verder niks met social media te doen. Omdat eigenlijk had het ook niet zo heel veel zin daarin. Maar hoe is dat dan, Esther? Want ik neem aan dat je je daar toch ook echt op verheugt van tevoren. En dan gaat het helemaal niet door. Ik bedoel, kan je daar makkelijk mee neerleggen? Of moet je dan toch ook even een traantje wegpinken? Nou, ik heb wel een aantal traantjes wel weggepinkt. Ik had er zoveel zin in en ik had zoveel leuke ideeën. En ik vind het gewoon enorm jammer dat het niet doorgegaan is. Nee. Ik had ook niet zo heel veel tijd om daarmee bezig te zijn. Omdat we thuis met het bedrijf natuurlijk ook het moeilijk hadden met de coronatijd en ook met school en met het werk. Maar in die tijd dat bekend werd dat we niks meer konden doen, dat was wel een hele diepe teleurstelling. Ja, want we hebben die berichten natuurlijk ook gezien het afgelopen jaar. Hè, dat ook de hele bloemensector het heel erg lastig had op een gegeven moment. Hoe was het eigenlijk bij jullie op het bedrijf als gevolg van de corona? Ja, lastig. Vervelend. Vervelend om te zien. En daarnaast, er zijn ook een aantal dingen geweest waarvan we dachten, joh, we zijn blij dat we dat in ieder geval ermee konden doen. Want iedereen heeft denk ik de beelden wel gezien. Dat er stapels bloemen, niet alleen tulpen, maar ook de andere bloemen die op de veiling stonden, allemaal de bak in gingen. Ja. En doordat we dat plan eigenlijk niet meer wilde, hebben we ervoor gekozen om de zorg en de ouderen en de mensen die het moeilijk hadden een hart onder de riem te steken met een bos bloemen. En dat is wel ontzettend goed uitgepakt. Daar hebben we hele goede reacties op gekregen. En we hebben wel gemerkt dat de bostulpen eigenlijk in die tijd voor heel veel mensen een soort van het zonnetje in huis was. Nou ja, beter kan je de tulp nog niet promoten eigenlijk, zou je zeggen. Ja, dat is zo, ja. Hoe kijk jij naar volgend jaar? Volgend jaar, ik ben nog een jaar tulpenkoningin, dus ik ga aankomend jaar. Oh ja, je bent verlengd. Ja, ik ben in de verlengde situatie, ja. En ik ga nogmaals proberen om
om toch te kunnen doen wat ik wilde doen. Niet alles is mogelijk natuurlijk. En tegen die tijd dat het allemaal zover is, moeten we maar zien van joh, wat is er mogelijk of niet. Dat is, daar is gewoon nog geen duidelijkheid over. Wat ik al wel kan zeggen is dat sowieso in 2021 er de tulpenroute gereden kan worden. Oh ja? Ja, ja, dat gaat sowieso door. Hoe het ingevuld wordt en met ja, coronaproof, absoluut. Maar het ligt maar aan hoe het in die tijd is en of we daar bepaalde activiteiten aan kunnen binden, ja of nee. Ja, wat moet er dan veel aangepast worden? Want op zich, ja, de coronaroute rijden, dat kan natuurlijk best wel veilig eigenlijk, hè, als je daar goed over nadenkt. Ja. Ja, de route is in principe, iedereen zit in zijn eigen auto. Dus het is in principe heel coronaproof. Ja. Alleen mensen die willen natuurlijk graag de auto uit en foto's maken in de tulpen. Maar dat is nou gewoon lastig. Ja. En we gaan gewoon proberen of we daar eventueel nog wat mee kunnen doen. En nogmaals, het ligt eraan hoe het in die tijd is en hoe het gaat. Maar daar zijn we met z'n allen druk over in vergadering met de mogelijkheden die we hebben. Ja, onlangs was er in de Noordoostpolder ook nog de verlichte boerderijenroute. Daar bleef ook iedereen in de auto zitten met volgens mij een app met een bepaalde beschrijving van wat je ziet. Dus misschien zou zoiets ook nog een idee kunnen zijn voor volgend jaar. Ja, misschien dat we inderdaad wel bezig gaan met bepaalde bedrijven of bepaalde informatiepunten via QR-codes of video's of... Dat is een optie, ja. Verder is de tulpenkoningin natuurlijk ook gewoon nog aan het studeren, hè? Want had je daar nou wel tijd voor dit jaar? Nou ja, ik had er wel tijd voor. Maar het is aankomend jaar ga ik me, als het goed is, in 2021 mijn diploma ophalen. Hm. En vanwege die corona is dat natuurlijk allemaal best wel gek gelopen. Ja. Ik heb gelukkig wel een hele groot deel van de tijd op school kunnen wezen in verband met de praktijk en zo. En dat is eigenlijk wel goed gegaan. Dus ik hoef eigenlijk alleen nog maar het papiertje en dan is het klaar. Gaat vast lukken. We hopen je in ieder geval nog het komend jaar als tulpenkoningin te zien. Want dat betekent dat het, dat het allemaal weer wat beter gaat. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Dankjewel Esther Bruinsma, de tulpenkoningin uit Krell.